gewoon heel vaak ziet bij mensen die heel succesvol worden, is dat er niet de juiste mensen om hen heen staan. Heel vaak verzamel je een hele hoop ja-knikkers om je heen, die ook teren op jouw roem, het leuk vinden, er geld aan verdienen. Je moet altijd zorgen dat je ook mensen om je heen houdt die heel eerlijk zijn en kijken naar precies wat jouw belang is. En ik denk dat dat heel belangrijk is en dat dat bij Avicii ook verkeerd is gelopen. En ook, hij heeft ook een andere persoonlijkheid, denk ik, dan weer andere DJ's. Hij had een heel introvert persoonlijkheidstype, dus hij laat niet op van grote sociale events. Mm-hmm. Dus dan is hoe zit dat bij Hardwell? Ik denk dat hij veel meer extravert is. Dat hij veel meer kan hebben wat betreft shows. Dat hij dat ook heel erg leuk vindt en ook oplaat van andere mensen. Dus maar dat maakt dat je andere balans kan hebben. En denk je dat hij de mensen heeft om zich heen die kennelijk is dat gebeurd, die toch aan de bel trekken of dat hij het zelf heeft besloten? Ja, dat denk ik wel. En het is wel echt een samen besluit. Niet centraal. Nee, dat is het. Dat heeft toch ook iets. Ik vind dat ook iets heel. Ik denk dat dat van de nieuwe beroepen ook heel erg iets is. Waar natuurlijk dan vaak onbegrip is. Maar je bent je eigen bedrijf. Dus jij bent jouw product en je bent er altijd. Je bent er achter de schermen om te produceren. Je moet op de voorgrond om er te zijn. Dus jij bent de grote cash cow. Maar dus de buitenkant is dat men laat zien, of de DJ's laten zien van ik heb mijn vliegtuig en het is fantastisch. Tuurlijk, op social media ziet dat te gek uit. Ik denk dat ze erg zullen vinden dat, weet je, dat ze mogen afkloppen dat ze deze lifestyle kunnen hebben. En dat dat ook zeker zo is. Maar het neemt niet weg dat het succes maakt. Het of zo. Precies, het maakt niet dat succes ook meteen geluk geeft. En dat je daar, weet je, dat dat hand in hand gaat. En ze ik denk zoeken dat daar het ook. Grote probleem ontstaat. En ze zoeken ook, zeg maar, geluk. En heel veel mensen denken dat geluk te vinden is een succes. Maar heel veel succesvolle mensen, als ze succesvol worden, dan komen ze achter dat dat niet geluk is. Ik bedoel, Steve Jobs, die had alles in de wereld, maar uiteindelijk had hij niks. En dit soort DJ's, het zijn niet alleen de DJ's, het zijn ook zeg maar de zangeressen, de Selena Gomez, die wordt opgenomen in het ziekenhuis. Ik heb volgens mij 2 jaar geleden heb ik een producer ontmoet, Scott Storch. Hij is een man die voor Beyoncé geproduceerd heeft, een man die voor Justin Timberlake, die man had 100 miljoen. En die man zei tegen me, en ik moest echt huilen, toen hij op een gegeven moment ging het beseffen. En toen ging hij van, hij zegt, Fernando, ik zit elke dag studio in, studio uit. Alleen maar studio. 7 dagen in de week alleen maar thuisloos, produceren. Dus. Gewoon, thuisloos, gewoon, dakloos. Ja, met 100 miljoen. En dan in het stukje, ik weet niet of we dat stukje hebben, dan vertelt hij gewoon van, smoke up all my weed, use coke. En hij was gewoon gone. Zullen we even kijken? Ja. Je raakt voor. I sat at the Hit Factory 7 days a week. Literally all day and all night. I had crazy money. I was making millions of dollars every month. Wow. Every month. And I had fancy cars and this and that. And all that car ever did was sit in the parking lot at the Hit Factory. Oh, serious? Because I was working. Yeah. Hij ziet er nog niet heel gelukkig uit. Nee, hij was alles kwijt. Hij heeft 100 miljoen opgemaakt in 3 jaar tijd. Deze man heeft de mooiste plaat als je hem googelt, als je thuis bent, Scott Storch. Je meest favoriete plaat van Beyoncé en al die, heeft hij allemaal gemaakt. Maar hij vertelde mij van, Fernando, ik ben opgegroeid als jongen die heel onzeker was. Op een gegeven moment had ik heel veel geld. Niemand die me coachte, niemand die me hielp. Ik luisterde naar niemand, want de helft van de mensen wilde profiteren van mijn rijkdom. Maar ik denk dat dat ook het moeilijke is in deze nieuwe beroepen. En dat is ook dat geldt voor de bloggers, de vloggers, de Instagrammers. Mensen denken altijd, ja, wat doen die mensen de hele dag? Waar kunnen die nu moeilijk over doen? Waarom moeten die een burn-out krijgen? Maar die werkdruk is immens hoog. Je hebt eigenlijk elke dag een functioneringsgesprek. Want al die volgers die gaan continu over je heen en die zeggen van wat ze van je vinden. En er is ook niemand die het goede voorbeeld geeft of zegt zo moet je het doen. Want het zijn allemaal nieuwe beroepen. Wat is de manier? Ze zijn allemaal nog aan het uitvinden. Dus ik denk dat alles bij elkaar, dat gewoon de werkdruk gewoon echt wel heel, heel pittig is. Ja. En ik vind het goed dat iemand dan het voortouw neemt en zegt... Ik ga het even rustig... Ja. En dat heeft hij gedaan, DJ Hard.